hielden de kermis keert om een dergelijk groot kunstwerk te bouwen. Ik heb het me afgevraagd en er zijn wat mogelijkheden. 1. Hij deed dit als ode aan al die pannenpotenbakkers die er vroeger woonden en werkten. 2. Was hij ook misschien gedreven door eigen ambitie om iets heel groots te bouwen? Of was het doordat hij geïnspireerd werd door de uitstraling die hij ondervond toen hij zo'n 50 jaar terug kon en bezoek? Ik ken hier al heel lang. En ik denk met alle drie de redenen min of meer ben ik hier van toepassing zijn. Heeft zin. Dat schept schoonheid en liefde uit verwondering. Dank u wel. Is worth the coming home. La 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 on the stone. In elke tijdcapsule zit een gedicht en die tijdcapsules zijn verzegeld, het altaar wordt verzegeld en ooit in een verre toekomst zullen onze nazaten wellicht die gedichten vinden. Dat is ook heel graag.